Een nieuwbouwhuis. Heerlijk. Hier hoeft helemaal niets meer aan te gebeuren. Alles smetteloos, geen kieren, geen naden. Alles kan strak dicht. Niks tocht. Lekker zuinig, de verwarming laag. Eindeloos genieten. Mike is dik tevreden. Maar of Mike zo tevreden blijft, is maar de vraag. Want ook een nieuwbouwhuis heeft aandacht nodig. Nieuwbouwhuizen zijn namelijk in het begin nogal vochtig. In nieuw bouwmateriaal zit nou eenmaal veel water. En nieuwe huizen zijn heel goed geïsoleerd. Dus alle warmte blijft binnen, maar ook het vocht. Ademen, douchen en koken brengen heel veel vocht in huis. Als dat vocht binnen blijft, is dat heel ongezond voor Mike. Dus als Mike geen actie onderneemt, dan trekken zijn deuren krom, dan komt er schimmel achter de bank en kan Mike last krijgen van zijn gezondheid. Bovendien loopt zijn stookrekening op. Want zo'n vochtig huis warm krijgen, dat kost aardig wat energie. Dus laat dat ventilatierooster open. Lucht regelmatig en zet de verwarming niet te laag. Gooi open die binnendeuren en kasten. Maar de buitendeur moet wel goed op slot. Want anders krijgt Mike zijn deur nooit meer dicht. Wakker worden, Mike. Gezond wonen met lage stookkosten.